In deze video ga ik je laten zien hoe je een webshop kunt maken. Dat doen wij met behulp van de populaire gratis plugin WooCommerce. Ik ga er wel al vanuit dat je WordPress hebt geïnstalleerd. Heb je dat nog niet gedaan, dan raad ik je aan om mijn video te kijken die ik daarover heb gemaakt. Ook ga ik ervan uit dat je al een begin van een website hebt gemaakt door middel van het installeren van een theme en het aanmaken van een paar pagina's. Hoi, mijn naam is Roger en welkom in de WordPress Lounge. Vandaag ga ik je laten zien hoe je met behulp van de WooCommerce plugin een webshop kunt maken met WordPress. Laten we beginnen. Om te beginnen heb je de plugin WooCommerce nodig. Deze moeten we gaan installeren en activeren. Om dit te doen ga je in je WordPress dashboard naar plugins en dan klik je op nieuwe plugin. Zoek dan naar WooCommerce en klik dan op installeren. Als de plugin is geïnstalleerd, klik je op activeren. Nu opent de installatiewizard. Dan geef je aan waar je winkel is gevestigd. Dus vul ik hier al mijn gegevens in en klik ik op doorgaan. Dan geef je aan in welke sector je webwinkel actief gaat zijn. In mijn geval vul ik hier kleding in, huis en vink ik anders aan. Want ik ga je ook laten zien hoe je verschillende digitale producten kan aanbieden op je website. En dan klik ik weer op doorgaan. Hier geef ik aan wat voor soort producten je gaat aanbieden in je winkel. In deze tutorial ga ik je alle mogelijke producten laten zien die je kan instellen in WooCommerce. Dus vink ik ze allemaal aan. En ga ik naar de volgende. Hier geef ik aan dat ik tussen de 1 en 10 producten ga aanbieden. En nee, ik verkoop nog nergens anders. Dan krijg je nog verschillende tools aangeboden die je kunnen helpen met verkopen op je site. Die zet ik voor nu even uit. En nu kun je een thema kiezen voor je website. Ik raad je aan een van de thema's te kiezen die WooCommerce je hier laat zien. Deze thema's zijn namelijk erg geschikt voor webshops. Ik ga verder met mijn huidige geïnstalleerde team Astra. Dan heb je nog de optie om gebruik te maken van extra plugins voor je webshop. Hier zeg ik nee bedankt. En nu is mijn webshop aangemaakt en ingesteld. Ik klik deze pop-up even weg en dan ga ik in het dashboard naar pagina's. Hier zie je dat er verschillende pagina's zijn aangemaakt door WooCommerce. Zo zie ik hier een afrekenpagina, een mijn account pagina en de winkel- en winkelmandpagina's. Als ik nu naar de voorkant van mijn website ga, zie je hier rechtsboven mijn navigatiemenu staan. Hier wil ik dat er na Home een menu-item voor mijn webwinkel komt te staan. Hiervoor ga ik hier linksboven naar mijn sitenaam en klik ik op Menus. Hier links zie ik dan al mijn pagina's staan en rechts mijn hoofdmenu die je zojuist aan de voorkant van mijn site zag. Dan vink ik de pagina Winkel aan en voeg ik die toe aan mijn hoofdmenu. Nu sleep ik deze pagina naar boven, zodat Winkel na Home komt te staan. En dan klik ik op Menu opslaan. Als ik dan weer naar de voorkant van mijn site ga, zie je dat Winkel nu ook in mijn menu wordt weergegeven. Als ik daar dan op klik, kom ik terecht in mijn webshop. Deze ziet er nu nog erg leeg uit, maar daar gaan we verandering in brengen. Zoals je al misschien was opgevallen in de installatiewizard van WooCommerce, kan je 6 verschillende soorten producten toevoegen. Ik ga ze alle 6 laten zien en we beginnen even simpel, namelijk bij het toevoegen van een simpel product. Om ons eerste product toe te voegen moeten we weer terug naar de achterkant van onze site. Maar het is wel handig om de webwinkel aan de voorkant ook even open te houden in een ander tabblad. Zo kun je snel even kijken hoe je aanpassingen eruit komen te zien. Dus we gaan hierboven terug naar het dashboard en we openen dit in een nieuw tabblad. In het dashboard zoek je naar het menu item producten en dan klik je op nieuwe toevoegen. Hier kun je de productnaam toevoegen. Ik vul hier jas in, want ik ga een mooie jas verkopen. En dan klik ik hier rechts op publiceren. Als ik dan naar mijn andere tabblad ga waar de winkel open staat en deze opnieuw laat, zie je dat de jas is toegevoegd aan mijn webshop. Als je dan hier op meer informatie klikt, ga je automatisch naar de productpagina. Nu zie je een paar dingen. We moeten nog een afbeelding toevoegen, we moeten dit product nog een beschrijving geven en we moeten nog een categorie toevoegen. Als ik wat naar beneden scroll, zie je ook de reviews van het product. Nu zijn er natuurlijk nog geen beoordelingen gegeven, maar later kunnen bezoekers deze hier plaatsen. Om dit allemaal aan te passen gaan we terug naar de achterkant van de site. Dit kun je doen door hier op product bewerken te klikken, maar wij hebben dit natuurlijk nog openstaan in het andere tabblad. Laten we eerst een foto toevoegen van het product. Hiervoor scrollen we naar beneden en kun je hier rechtsonder bij productafbeelding een afbeelding toevoegen. Dan ga ik nu al mijn productfoto's uploaden naar WordPress. En dan kies ik deze, de groene jas, en klik ik hier op productafbeelding instellen. Hiernaast zie je ook een korte productomschrijving. Hier kun je beknopt omschrijven wat het product is. Dus typ ik hier bijvoorbeeld groene windbrekerjas.
Als ik dan weer naar boven scroll, zie je onder de productnaam ook een stuk waar je je tekst in kan vullen. Dit is de uitgebreide beschrijving. Hier kun je allerlei informatie plaatsen over het product dat je aanbiedt. Zo, ik heb mijn uitgebreide productomschrijving toegevoegd. Als ik dan hier op updaten klik en dan weer in mijn andere tabblad de pagina opnieuw laat, kunnen we het resultaat bekijken. Je ziet dat de foto is toegevoegd en dat de korte beschrijving ernaast staat. Als ik met mijn muis over de afbeelding ga, zoomt deze automatisch een beetje in. En dat ziet er gelijk erg professioneel uit. Als ik wat naar beneden scroll, zie je dat de uitgebreide beschrijving hieronder staat. En dat de reviews in een ander tabblad staan. Wat ik nog wel vergeten ben, is het toevoegen van een categorie. Zo zie je hier nu geen categorie staan. Dat staat natuurlijk niet zo netjes. Dus we gaan weer terug om het product verder aan te passen. Nu ga ik hier rechts categorieën aanmaken. Dan klik ik op Voeg nieuwe categorie toe. En noem ik deze kleding en maak een hoofdcategorie aan. Dan wil ik nog dat deze jas in de subcategorie jassen te vinden is, dus ga ik ook deze subcategorie aanmaken. Dus vul ik hier jassen in en kies ik voor de categorie kleding. En dan zie je dat er een nieuwe subcategorie is aangemaakt. Nu staat ook nog geen categorie aangewinkt, dus die zet ik uit voor dit product. Categorieën zijn erg handig om je shop overzichtelijk te maken, zodat mensen sneller bepaalde producten kunnen vinden. Maar dan gaan we nu over op het belangrijkste, namelijk de productgegevens. Die kun je hier onder de beschrijving gaan invullen. Hier kun je de prijs bepalen. Voor deze jas zet ik de prijs op €29,95. Maar je kunt ook een actieprijs instellen. Die zet ik bijvoorbeeld op €19,95. Dan kun je ook nog instellen wanneer deze actieprijs geldig is. Ik stel deze korting bijvoorbeeld in voor de gehele maand. En dan klik ik weer op updaten. Als ik dan weer terug ga en weer even refresh, zie je nu dat de jas nu maar voor €20 te koop is. Dus gooi ik hem in de winkelmand. En dan krijg ik een melding dat de jas is toegevoegd aan mijn winkelmand. Ook de winkelmandpagina was natuurlijk al gemaakt door WooCommerce tijdens het configureren. Dus klik ik hier op winkelmand bekijken. En ja hoor, daar staat de jas in de winkelmand. Ook zie je de prijs. Je kan daarnaast ook het aantal aanpassen. Je kan een kortingscode toevoegen. En je kan doorgaan naar afrekenen. Dat ga ik allemaal nog behandelen in deze video. Maar voor nu gaan we weer terug naar de jas. We gaan verder kijken naar wat je allemaal kunt instellen in de productgegevens. De jas is een simpel product. Als je in het uitklapmenu kijkt, zie je nog de andere soorten producten. Deze gaan we zo behandelen. Ook is de jas een fysiek product wat je gewoon thuis gestuurd krijgt. Dus het is niet virtueel of downloadbaar. Dan gaan we kijken naar de voorraad. Hier kun je het artikelnummer toevoegen. Als je al een bestaand product verkoopt, kun je even opzoeken wat de artikelnummer hiervan is en deze hier invullen. Ook kun je de voorraad beheren van het product. Als we het vakje hier aanvinken, kunnen we daarna aangeven hoeveel van deze jassen we op voorraad hebben. Ik heb bijvoorbeeld 15 van deze jassen. Ook kun je aangeven of nabestellingen zijn toegestaan. Dit houdt in dat als je iets niet op voorraad hebt, of klanten dan alsnog je product kunnen bestellen. Deze laat ik voor nu op niet toestaan. Ook kun je je drempelwaarde opgeven. Dan krijg je een mailtje gestuurd wanneer je artikel deze waarde is. Je kan ook individueel verkocht activeren. Dan geef je aan dat dit artikel maar één keer kan worden verkocht per bestelling. Dat is bijvoorbeeld handig als je een downloadbaar product hebt, zoals een e-book. Dat ga ik je zo nog laten zien hoe je zo'n downloadbaar product verkoopt. Maar nu verkoop ik een jas en die mogen klanten van mij vaker dan één keer kopen, mochten ze dat willen. De rest van de productgegevens slaan we voor nu nog even over, die behandel ik later in de video. Wel wil ik nog even naar geavanceerd. Hier kun je bij de aankoopnotitie een bericht typen die je klant te zien krijgt in de mail als hij een aankoop heeft gedaan. Hier typ ik bijvoorbeeld bedankt voor je bestelling. Menuvolgorde laat ik even voor wat het is en je kan ook onderaan nog aangeven of je je beoordeling wilt activeren bij het product. Ten slotte kun je ook nog tags toevoegen aan een product. Ook tags kunnen handig zijn om je producten beter vindbaar te maken voor klanten. Verkoop je bijvoorbeeld kledingstukken waarop een kat te zien is, kun je bijvoorbeeld de tag kat toevoegen, zodat alle soorten kleding met een kat erop worden gesorteerd voor klanten die daarop zoeken. Deze jas staat geen kat op, maar hierbij voeg ik bijvoorbeeld de tags jas, groen en windbreker toe. En dan klik ik weer op update om te zien hoe het product er nu uitziet. En zo zie je dat nu ook de voorraad en de tags worden weergegeven. Ik had de nabestelling op niet toestaan gezet, dus dat zorgt er ook voor dat ik nu niet meer dan 15 jassen in mijn winkelmand kan plaatsen. Goed, we hebben nu het eerste product staan op de webshop. Maar ik wil ook een product toevoegen met bijvoorbeeld meerdere kleuren en maten. Dat heet een variabel product. Hoe je dat moet doen, ga ik je nu laten zien. Om dit te doen kun je hierboven naar nieuw en dan klikken op product. Bij de productnaam vul ik t-shirt in.
Ik heb bijvoorbeeld verschillende t-shirts die ik wil aanbieden. Ik heb deze in twee kleuren, beige en wit, en beide kleuren in de maten small, medium en large. Dan klik ik op publiceren. Als ik naar mijn winkel ga aan de voorkant van mijn site, dit doe ik weer even in een nieuw tabblad voor het gemak, dan zie je nu ook het t-shirt staan aangeboden in mijn webwinkel. Ik klik op meer informatie om naar de productpagina te gaan van het t-shirt en ga in mijn andere tabblad deze pagina weer aanvullen. Ik ga gelijk naar de productgegevens en kies dan hierbij het producttype voor een variabel product. Dan ga ik naar eigenschappen. Hier kun je eigenschappen toevoegen aan je variabele product. Dus klik ik hier op toevoegen en dan vul ik hier kleur in. En ga ik de waarden toevoegen, in mijn geval wit en beige. Om de waarden te scheiden zet je er een verticale lijn tussen. Ook vink ik beide vakjes aan en klik ik op eigenschappen opslaan. Maar ik wil ook dat klanten kunnen kiezen tussen verschillende maten. Dus klik ik weer op toevoegen en dan doe ik hetzelfde voor de maten. Ook vink ik dan weer gebruik voor variaties aan en klik ik weer op eigenschappen opslaan. Dan gaan we nu naar variaties. Hier klikken we erop voor het uitklapmenu en kiezen we voor alle eigenschappen toevoegen. Als je dan op ga drukt, worden alle mogelijke variaties berekend. In mijn geval zijn dit er dus 6. En hieronder zie je alle mogelijke variaties staan van mijn t-shirt. WooCommerce waarschuwt ook al gelijk, variaties die geen prijzen hebben worden niet getoond op je website. Dus gaan we alle variaties een prijs geven. Hiervoor klik ik hier beneden op uitklappen en nu kunnen we per product gegevens invoeren. Ik wil dat ieder t-shirt, welke maat of kleur dan ook, gewoon voor dezelfde prijs wordt aangeboden in mijn webshop. Dan hoef je gelukkig niet per variatie de prijs op te geven, maar kun je hierboven klikken voor het drop-down menu en bij prijs de normale prijs instellen. Als je dan op ga klikt, opent er een venster waarin je de prijs kan invullen. Hier vul ik 9,95 in en voilà, voor al mijn t-shirts is de prijs nu bepaald. En nu wil ik ook de afbeeldingen gaan plaatsen. Ik klap weer alles uit en klik dan op het blauwe icoon om de afbeelding aan te passen van het witte t-shirt in maat S. En kies hier voor deze en dan klik ik hieronder op instellen. Dit doe ik ook voor de maten M en L en daarna doe ik dit ook voor het beige t-shirt. Hierna klik ik op wijzigingen opslaan. Als ik dan weer op updaten klik en naar de voorkant van mijn site ga, zie je al de aanpassingen. Als ik dan de kleur aanpas en maat M kies, zie je nu dat de juiste afbeelding verschijnt. Wel zie je als ik geen optie kies, een pictogrammetje staan. Dit is natuurlijk niet echt netjes, dus dit gaan we even aanpassen. Net zoals bij de jas, doe je dit bij de productafbeelding. En dan kies ik hier voor de witte. Maar ik heb ook nog foto's van de achterkant van de t-shirts. Om deze te laten zien, voegen die hieronder allemaal toe bij productgalerij. Dus kies ik hier voor de andere foto's. Je kan er meerdere selecteren door Ctrl ingedrukt te houden. Nu klik ik weer op updaten en bekijken we het resultaat. Je ziet het witte t-shirt terwijl er geen opties zijn gekozen en onder de afbeelding kunnen we nog alle andere foto's zien. Ik vind het beige t-shirt wel mooi en wil deze in maat L toevoegen aan mijn winkelmandje. Ik krijg ook hiervan weer de melding dat deze is toegevoegd, net zoals bij de jas. Wel vind ik het fijn om te kunnen zien wat er allemaal in mijn winkelmandje zit, terwijl ik nog aan het shoppen ben. Ik wil daarom een winkelmand aan mijn menu hierboven toevoegen. Om dit te doen klik ik hier op Customizer en dan kies je voor Header, Hoofdmenu en dan klap je het laatste item in menu uit en kies ik voor WooCommerce. En nu zie je hier rechts mijn mandje verschijnen. Als ik er dan overheen ga met mijn muis zie je dat de jas en het t-shirt zijn toegevoegd en dat je naar de winkelmand kan of zelfs gelijk naar afrekenen. Ik klik op publiceren om mijn wijziging op te slaan en klik daarna op het kruisje om uit de Customizer omgeving te gaan. Oké, we hebben nu een simpel product op de webshop staan en ook een variabel product. Wat we nu gaan doen is het maken van een gegroepeerd product. Bij zo'n product kan je een product los bestellen of als groep en dat allemaal vanaf één pagina. Ik ga je nu laten zien hoe je dat kan doen. Ik laat het je zien met een voorbeeld van een set glazen. Ik wil deze glazen als set verkopen, maar ik wil dat de bezoekers ook een apart onderdeel van deze set kunnen kopen. We voegen hiervoor weer een nieuw product toe en noem ik deze glazen. Dan scroll ik naar beneden en voeg ik een afbeelding toe en bij de productgalerij al mijn extra afbeeldingen van dit product. Ook selecteer ik hier gegroepeerd product en klik ik op publiceren. En dan op bekijk product.
Dat ziet er goed uit, maar om op deze productpagina ervoor te zorgen dat klanten de optie hebben om of de gehele set of aparte glazen te kopen, moeten we meerdere productpagina's aanmaken en deze dan later koppelen aan deze productpagina. Hiervoor gaan we naar nieuw en dan product en geven dit product de naam glas 38 centiliter. Deze maak ik 5 euro en tenslotte voeg ik nog de foto toe. En dan klik ik hierboven bij publiceren bij de productzichtbaarheid op bewerken en kies ik voor verborgen. En klik ik daarna op publiceren. Nu klik ik opnieuw toevoegen om van het tweede glas een pagina aan te maken. En noem ik deze wijnglas 32 centiliter en geef dit glas ook 5 euro als prijs. Ik voeg een foto toe, zet de pagina weer op verborgen en klik dan op publiceren. Dan nu het laatste glas van de set, wijnglas 40 centiliter. Ik maak deze ook 5 euro, ik voeg een foto toe, zet de pagina weer op verborgen en klik dan op publiceren. Dan wil ik tenslotte nog de gehele set toevoegen, dus hier maak ik ook een pagina van. Deze noem ik glazen set, deze maak ik 12,50. Voeg de afbeelding toe en maak ik ook verborgen. Als ik dan weer naar mijn gegroepeerde productpagina ga, kan ik hieronder bij de gerelateerde producten al de aparte glazen pagina's toevoegen. Als ik hier dan zoek op glas, zie je alle producten die ik zojuist heb aangemaakt verschijnen. Deze selecteer ik allemaal om ze te koppelen en dan klik ik op updaten. En klik ik hierboven op product bekijken. En dan zie je hier dat alle verschillende glazen en de set zelf op één productpagina staan. Zo kan ik er meerdere toevoegen en deze in mijn winkelmand plaatsen. Wel heb ik liever dat de volgorde van de afbeeldingen hier anders is en gelijk is aan de volgorde van de producten die je kan kiezen. Dus dat het begint met het kleine glas en oploopt van het kleine naar het grote wijnglas. Dan ga ik terug naar product bewerken en sleep ik bij de productgalerij de afbeeldingen op de juiste volgorde. En ga ik weer naar de voorkant van mijn website en zo staan alle afbeeldingen op de juiste plek. Dan wil ik je nu een downloadbaar product laten zien. Een downloadbaar product is geen fysiek product, maar een digitaal product. En die kan je dus downloaden na de betaling. Dat kan bijvoorbeeld zijn een e-book of bijvoorbeeld een template voor een curriculum vitae. We maken weer een nieuw product aan. En deze noem ik e-book WordPress handleiding. Deze is €14,99. Ook is het e-book virtueel. Als ik deze aanvink, zie je dat de verzendmethode optie verdwijnt, want een virtueel product hoef je niet fysiek te verzenden. Ook is het e-book downloadbaar en dan verschijnen er nog meerdere instellingen hieronder. Dan kan ik hier een bestand toevoegen. Ik noem het bestand WordPress handleiding en zoek naar het e-book op mijn computer. En klik dan op bestand URL toevoegen. Dan kan ik hieronder nog het downloadlimiet instellen en wanneer de download vervalt. Van mij mag het ongelimiteerd worden gedownload en de vervaltijd is 100 dagen. Dan ga ik nu naar voorraad toe en geef ik hier aan dat het product maar één keer gekocht kan worden per bestelling. En tenslotte voeg ik nog even een afbeelding toe van het e-book. Dan klik ik weer op publiceren en ga het product bekijken. Zoals je ziet kan ik er maar één van kopen. Ik zet hem in de winkelmand en dan staat deze erin samen met de jas en het t-shirt. Als er dan wordt afgerekend, krijgt de klant na betaling een linkje om het e-book te kunnen downloaden. Je kan ook een virtueel product aanbieden dat niet downloadbaar is. Dit zouden bijvoorbeeld diensten kunnen zijn. Ik ga je het laten zien. Hiervoor maken we weer een nieuw product aan. Een virtueel product kan bijvoorbeeld handig zijn als je een service aanbiedt, oftewel een dienstverlenend product. Ik wil bijvoorbeeld een fotografiecursus aanbieden in mijn webshop. Ik geef dan hier aan dat het virtueel is. En zo zie je weer dat de verzendmethode verdwijnt. Dat is mooi, want de cursus kan ik natuurlijk niet per post versturen. Ik vul ook nog even de prijs in. De cursus is €249. Maar weet je wat?
Je kan deze nu voor maar €149 volgen. Bij de voorraad geef ik ook weer aan dat het artikel maar één keer per bestelling gekocht kan worden. En tenslotte voeg ik ook nog een foto toe. Ook kan ik nog een categorie toevoegen, zoals ik je bij het eerste product heb laten zien. Laat ik hier de hoofdcategorie cursus voor aanmaken en dan klik ik weer op publiceren. Als ik het product dan in mijn winkelmand plaats en mijn winkelmand ga bekijken, zet ik er voor nu even alle andere producten uit. Als ik dan door ga afrekenen, zie je dat er ook geen verzendkosten staan en verder ook geen verzendmethode, omdat dit een virtueel product is. Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste product, dat is het affiliate product. Bij het affiliate product heb je een afspraak gemaakt met een ander bedrijf waarbij je dat bedrijf gaat promoten. En wanneer mensen dan iets bestellen bij dat bedrijf, dan krijg jij daar een kleine commissie voor. Ik maak weer een nieuw product aan. Ik wil een affiliate product maken voor de hostingpartij vMix. Ik ben altijd erg tevreden over hun hosting. Deze noem ik vMix hosting. Dan ga je hier naar extern affiliate product en vul je hier je affiliate link in. En daaronder de tekst voor de button die de klant naar die link brengt. Dus hier vul ik in ga naar vMix. Ook voeg ik weer een foto toe en kan ik nog even een korte beschrijving toevoegen. Supersnelle hosting, domeinen en support voor een fantastische prijs. En dan klik ik weer op publiceren en ga ik het product bekijken. Als je dan op de button klikt, brengt dit je naar je site waarvan je je affiliate link hebt toegevoegd. Als ik dan terug ga naar mijn shop en even naar het winkeloverzicht ga, zie je alle 6 de verschillende producten die ik heb aangemaakt. En zo kan je dus verschillende producten en diensten aanbieden in je webwinkel. Dan wil ik je nu laten zien hoe je upsells en crosssells kunt instellen. Ik kan je dit het beste uitleggen wat dit zijn door je het gelijk even te laten zien. Ik ga hiervoor even naar de jas en klik dan op product bewerken. Dan ga ik naar gerelateerde producten en dan zie ik hier upsells en crosssells staan. Ik laat eerst de upsell optie aan je zien. Hier kun je alle producten invullen die je hebt aangemaakt. Dus laat ik hier bijvoorbeeld het witte en het beige t-shirt aan toevoegen. Dan gaan we nu even kijken waar de upsells komen te staan aan de voorkant van de website. Ik klik op updaten en dan ga ik het product bekijken. Als ik dan naar beneden scroll zie je dat er hier andere suggesties staat met de 2 t-shirts eronder. Zo kan ik de jas in mijn winkelmand plaatsen en ook gelijk een t-shirt. Als ik dan naar mijn winkelmand ga zie je naast het totaalbedrag een wit vlak staan. Dit is de plek waar de crosssells komen te staan. Zo kun je ook nog producten aanraden aan klanten die naar afrekenen willen gaan. Dus laat ik dat even proberen. Ik ga weer terug naar de jas en ga dit product weer bewerken. Ik ga naar de gerelateerde producten en dan vul ik bij crosssells de fotografiecursus in. Ik update de pagina en ga terug naar de voorkant van mijn site. Dan ga ik naar mijn winkelmand en dan zie je hier de fotografiecursus aangeboden. Deze komt er dus alleen staan als klanten deze jas in hun winkelmand hebben staan. Oké, we hebben nu gezien hoe je allemaal verschillende soorten producten kan toevoegen aan je webshop. Wat we nu gaan doen is, we gaan nu kijken naar de vormgeving van je webshop en hoe je deze zo goed mogelijk kan instellen voor je potentiële kopers. Als ik in mijn winkeloverzicht kijk, zie je dat de producten de gehele breedte van de pagina in beslag nemen. Maar je kan ook gebruik maken van widgets. Hiermee kun je extra functionaliteit toevoegen die bezoekers kunnen gebruiken om je winkel beter te navigeren. Maar eerst moeten we hiervoor een sidebar creëren. Om een sidebar te creëren klik je hierboven op Customizer en dan op Sidebar. Hier wil ik dat mijn sidebar en de functionaliteiten aan de linkerkant van mijn winkelpagina worden getoond. Hiervoor kies ik bij WooCommerce voor linker sidebar. Als ik voor deze optie kies, zie je een nieuw leeg vlak ontstaan en worden al mijn producten opgeschoven. Dat ziet er een beetje rommelig uit, dus kan ik hier nog de sidebar breedte aanpassen. Die zet ik bijvoorbeeld op 20%. En zo, dat ziet er een stuk beter uit. Als ik dan op publiceren klik en dan op kruisen, zie je dat de sidebar is toegevoegd. Maar nu willen we nog widgets gaan toevoegen aan deze sidebar. Om widgets toe te voegen ga ik hier naar mijn sitenaam en klik ik op widgets. Hier zie je alle beschikbare widgets en je ziet er ook een paar die zijn toegevoegd door WooCommerce.
Rechts kun je dan ook aan de sidebar, header en footer van mijn site widgets toevoegen, maar wij willen dit enkel voor de sidebar doen in mijn shopgedeelte. Dus zie je hier de WooCommerce sidebar staan. Die klap ik even uit en dan gaan we er een widget aan toevoegen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de widget filter producten op prijs naar de WooCommerce sidebar slepen om deze toe te voegen. Ook kun je bijvoorbeeld widgets toevoegen om een zoekoptie te plaatsen in je sidebar, je winkelman te tonen en allerlei andere filters. Erg handig! Als ik dan naar mijn winkelpagina ga, zie je dat de filter op prijs widgets is toegevoegd aan mijn sidebar. Oké, we hebben nu het maken van verschillende producten behandeld en het toevoegen van extra functionaliteiten. Maar hoe pas je nou de layout van je webshop aan? Je wilt natuurlijk dat je webshop er mooi uitziet en deze matcht met de rest van je website. Om je site aan te passen doe je dit net zoals bij de sidebar in de Customize omgeving. Dus we klikken weer op Customizer en dan gaan we naar WooCommerce. Bij de winkelmededeling kun je een mededeling aanzetten dat je site een demo winkel is voor testdoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je site al live staat, maar je winkel nog in de maak is. Dan gaan we kijken naar de productcatalogus. Hier kun je de winkelpagina weergave veranderen. Zo kunnen we in plaats van producten enkel de categorieën weergeven op de winkelpagina of categorieën en producten. Dan zie je ook dat ik nog bij 4 andere producten een categorie moet toevoegen. Ook kun je dan nog foto's toevoegen aan je verschillende categorieën. Hiervoor ga je naar het dashboard en dan bij producten ga je naar categorieën. En dan kan je bij een categorie op bewerken klikken en hier een foto toevoegen. Nu ga ik even terug naar de Customizer omgeving en zet ik dit weer terug op producten. Want ik wil enkel mijn producten tonen. Ook kun je de volgorde van je producten aanpassen op populariteit, waardering of op prijs. Ook kan je de kolommen aanpassen, dus hoeveel producten je naast elkaar wil hebben staan en het aantal producten per pagina. Hieronder kun je nog aangeven wat voor informatie en in welke volgorde je die informatie wilt weergeven bij je producten. Zo kan ik bijvoorbeeld hier op het oogje klikken om de buttons weg te halen. Ook kan je de eigenschappen boven elkaar slepen om de volgorde aan te passen. De volgende optie gaat over de productpagina. Dus klikken we hier even op het e-book en dan hebben we de optie om het broodkruimelpad uit te schakelen. Maar deze laat ik aanstaan. Bij productafbeeldingen kun je deze bijsnijden. Standaard staat dit op 1:1 en dat zorgt ervoor dat alles er netjes uitziet. Als ik deze verander naar niet bijsnijden, zie je dat de originele formaten van de foto's worden gebruikt. Dus dat zet ik weer terug. Bij de volgende optie kan je aangeven of de cross-sell sectie wordt weergegeven in de winkelmand, zoals ik je eerder heb laten zien. Dit vind ik wel fijn, dus dit laat ik ingeschakeld. En de laatste optie is de checkout. Hier kun je bepaalde velden verplichten of juist weglaten. Dan ga ik even terug naar mijn winkelpagina. Ik ga naar globaal en dan naar kleuren en dan hoofdkleuren. Hier kun je de kleuren aanpassen. Ik sla mijn aanpassingen op door op publiceren te klikken en dan sluit ik af door op het kruisje te klikken. Ten slotte wil ik nog even de belangrijkste instellingen met je doornemen van WooCommerce. Veel van de instellingen zijn al automatisch goed geconfigureerd. Een aantal moet je echter nog wel even bekijken en zelf gaan invullen. Ik ga je even laten zien hoe je dat kan doen. In het dashboard ga je naar WooCommerce en dan naar instellingen. In de algemene instellingen kun je de landen instellen waaraan je verkoopt. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je specifiek aan Nederland en België verkoopt. Bij producten kun je ook de productbeoordelingen uitschakelen. Of je kan bijvoorbeeld inschakelen dat je enkel beoordelingen toelaat van mensen die daadwerkelijk het product hebben gekocht. Dat lijkt me wel zo eerlijk, dus dat vink ik aan. Bij de instellingen voor de voorraad is er nog de optie om in te stellen hoeveel minuten een onbetaalde bestelling zijn voorraad vasthoudt. Als er dan na de ingestelde minuten nog niet is betaald, dan is de voorraad weer vrij en kunnen nieuwe klanten het product bestellen. Bij de verzendmethode kun je alles instellen betreffende de verzending.
Klik hier eerst op verzendingszone toevoegen. WooCommerce zal al je klanten op basis van zijn of haar verzendadres automatisch aan een gemaakt verzendzone koppelen en enkel de verzendmethodes uit die zone tonen. Zo geef ik deze zone de naam Nederland en kies ik bij regio's dan ook voor Nederland. En dan kun je hieronder een verzendmethode toevoegen. Dan kun je kiezen tussen een vast tarief, gratis verzending en afhalen. Ik laat je de optie vast tarief zien. Het is heel simpel. Je klikt hier op bewerken en dan kun je hieronder je kosten opgeven. Zo typ ik hier bijvoorbeeld 4,95. En dan verander ik de naam van vast tarief naar PostNL, omdat ik bijvoorbeeld alles via PostNL verzend. Dan kan je ook nog aangeven of je de verzendkosten belastbaar maakt of zonder BTW laat zien. Stel, ik wil klanten die meer kopen op mijn site gratis verzending geven vanaf een bepaald bedrag. Ook dit kan je gemakkelijk instellen. Klik dan hieronder weer op verzendmethode toevoegen en kies dan voor de gratis verzenden optie. Dan klikken we weer op bewerken om aan te geven wanneer gratis verzending van toepassing is. Ik noem deze dan gratis verzending en kies hier voor de optie een minimum aankoopbedrag. Stel, ik wil dat klanten geen verzendkosten hoeven te betalen bij een aankoopbedrag van boven de 50 euro. Dat vul ik dan hier in. Dan klikken we op wijzigingen opslaan en gaan we even terug naar mijn webshop om wat producten toe te voegen. Ik voeg de jas toe, want ik moet natuurlijk wel een fysiek product toevoegen om verzendkosten te betalen. Dan ga ik naar mijn winkelmand en zie je dat er nu 4,95 verzendkosten bijkomen. Maar stel we voegen deze cross-sell fotocursus toe aan de winkelmand, dan zitten we boven de 50 euro. En zo zie je dat de optie voor gratis verzending er nu onder staat. Dan gaan we weer terug naar de instellingen. Het tabblad betalingen sla ik even over in deze video. Bij dat tabblad betalingen komt er nogal wat bij kijken met bijvoorbeeld het maken van een koppeling met een betalingsprovider en allerlei andere zaken. Daarvoor ga ik daar een aparte video van maken en die gaan we volgende week publiceren op ons kanaal. Bij het tabblad e-mails vind je alle instellingen voor het automatiseren van e-mails. Zo kan je beheren wanneer je e-mailtjes binnenkrijgt voor nieuwe bestellingen, geannuleerde bestellingen en mislukte bestellingen. Ook kun je de automatische e-mails instellen die klanten ontvangen nadat zij bijvoorbeeld een bestelling hebben geplaatst. Om iets aan te passen aan een specifieke mail kun je hier rechts op beheren klikken. Ook kun je als je helemaal naar beneden scrolt je e-mail template aanpassen. Je kan een header afbeelding toevoegen mocht je dat willen en een standaard footertekst. Om je aanpassingen te kunnen zien kun je hier klikken om een voorbeeld te tonen. Ik ben nu natuurlijk even snel door alle instellingen heen gelopen. Het is wel belangrijk dat jij voor je eigen webshop even alle instellingen ook naloopt en even kijkt wat daar aan en uitgezet moet worden en wat er allemaal geconfigureerd moet worden. Dan gaan we het nu hebben over het instellen van kortingscodes voor je webshop. Hiervoor ga je bij WooCommerce naar kortingsbonnen en klik je hier op kortingsbon toevoegen. Dan kan je hier je kortingsbon een naam geven. Deze naam is de code die mensen gaan invullen als ze een bepaalde korting willen toevoegen in de winkelmand. Handig om het dan ook een duidelijke naam te geven. Zo noem ik deze kortingsbon bijvoorbeeld 15% korting. En kies ik bij de kortingstype voor de optie procentuele korting. Ik zet de waarde op 15. En ik sta de verzendmethode die ik had ingesteld gratis verzending toe. En deze kortingscode is enkel te gebruiken in de komende week. Dan kunnen we nog instellen wanneer deze kortingscode te gebruiken is. Zo kan ik instellen dat de korting enkel te gebruiken is bij een minimale besteding vanaf 15 euro. Ook kun je zo de maximale besteding instellen. Je kan ook aangeven dat de korting niet met andere kortingen samen kan worden gebruikt of worden gebruikt voor al afgeprijsde artikelen. Je kan de bon enkel voor specifieke artikelen instellen of juist een bepaald product uitsluiten voor deze korting. Dit kun je ook doen voor categorieën. Ik laat dit allemaal open want ik wil dat deze korting op alle producten gebruikt kan worden. Dan kun je tenslotte nog de gebruikerslimiet instellen. Zo kun je instellen hoe vaak deze kortingsbon kan worden gebruikt totdat deze komt te vervallen. Deze stel ik dan bijvoorbeeld in op 50. Als dan 50 klanten de bon hebben gebruikt, kan de 51ste klant de bon niet meer gebruiken, want dan is de korting vervallen. Ook kun je nog instellen op hoeveel artikelen de bon kan worden toegepast. In dit geval is de procentuele korting en wil ik dat dit op alle artikelen toe te passen is, dus laat ik dit leeg. En dan kun je ook nog het limiet instellen per klant. Ik wil dat iedere klant maar één keer gebruik kan maken van deze kortingscode. Ten slotte vul ik hier nog een omschrijving in. Hier typ ik bijvoorbeeld 15% korting op jouw gehele aankoop en dan klik ik op publiceren. Als ze dan naar de winkelmand gaan, staat de jas en de fotocursus er nog in.
Als ik dan de kortingscode toepas, zie je dat ik een melding krijg dat de code niet werkt op de geselecteerde producten. Dit komt natuurlijk omdat de jas en de cursus in de aanbieding zijn en ik heb net ingesteld dat deze code niet werkt met producten die al in de aanbieding zijn. Dus verwijder ik deze producten uit mijn winkelmand en ga ik terug naar de winkel. Nu voeg ik bijvoorbeeld 2 keer een glazen set toe en ga ik terug naar de winkelmand. Als ik de kortingscode nu opnieuw gebruik, zie je dat deze succesvol is toegepast. En dat er nu €3,75 korting is gegeven op de aankoop. En zo maak je dus een webshop met WooCommerce. Zoals beloofd komt volgende week de video uit waarbij je de betalingsprovider kunt instellen. Ik hoop dat je iets hebt geleerd van deze video en dat je nu je eigen webshop kunt maken. Zo ja, hit that like button. Heb je nog vragen? Laat dan een reactie achter. Wil je meer leren over hoe jij je eigen website kunt maken met WordPress? Op de website wplaunch.nl vind je een gratis handleiding die je kan downloaden. Wil je meer van de video? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal en ik zie je graag terug in de volgende tutorial.